Een noodfakkel vanaf de rotswand. Tom heeft een noodfakkel gezien, Sam. Iemand zit in nood bij de rotswand. Tom gaat er naartoe met de helikopter. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam. Het is Jenny. Ze zit vast op de rots. Je moet haar helpen. Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Leuk! Joehoe! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Oh, nou, ik heb direct tegen haar gezegd dat ze hem niet moest afsteken. Echt waar. Ik zeg maar zo, het is tenslotte geen vuurwerk. Wat ik nog steeds niet snap, is hoe die fakkel hier nou is verdwenen. Het is een compleet raadsel, vind je niet? Dat is het antwoord op jouw raadsel, Tom. Snuffy houdt echt van slepen. De composthoop staat in brand bij voet. We zijn maar met z'n tweeën, Sam. De anderen zijn naar de bloemen- en groenteshow. Daar gaan wij ook naartoe. Achteruit allemaal, wacht op de echte hulp. Sam en Jenny zijn onderweg. Daar heb je ze al. Ontzettend bedankt, Sam en Jenny. Ik wist niet dat de composthoop zo gevaarlijk kon zijn. Daarom heb ik Mark geadviseerd om hem om te scheppen en te laten afkoelen. Mark? Ja, dat klopt. Mandy zei het de hele tijd, maar ik wou niet luisteren. Ik was dus een beetje eigenwijs of zo. Maar hoe kon dat vuur nou uit zichzelf ontstaan? Toen Mark de pompoen plukte, bleef er een gat achter. De compost was al erg heet en toen de lucht in het gat kwam, ontstond het vuur. Het spijt me allemaal. Ik wilde zo graag dat het een groot succes werd en nu heb ik alles kapot gemaakt. Dat heb je niet hoor, pap. Ach, lievertje. Dus alle bloemen en planten zijn nog steeds intact, of niet? Oh, ja, baas. Behalve mevrouwtje Tomaatje. Mooi. Dan gaan we het beoordelen. De winnaar is... de waterkers, gekweekt door Jaap en Sarah. Ja! Maar er is meer. Er is een extra prijs voor de grappigste inzending. De opplaktomatenplant in de brandweeremmer. Oh, nee. En wie heeft die prijs dan gewonnen? U ben ik bang, baas. Het spijt me heel erg, maar ik had een soort van een ongelukje. En wat?
Oh, oh, krispijn. Het gras wat hoger en het gaat nog sneller. Wow, dat is slim zeg. Ik kan ook slim zijn. Ik hoef er alleen maar wat houtskool bij te gooien en dan gaat het bij mij ook sneller. Geen probleem hoor. Ik zet hem gewoon op zijn hoogst. Ik gooi gewoon alle houtskool er in één keer op. En moet je dan eens kijken. Ik zal jou laten zien wie de barbecue kampioen van Piekepolder is. Klaas, ik geloof dat het iets te veel was. Huh? Oh, 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 oh. Achteruit, Norbert! Oh. Oh, ik ga brandweerman Sam bellen. Oh, door de barbecue van Klaas Kozijn heeft een boom vlam gevat. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je bosjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is. Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis. Draai de kraan open. Sam, kijk, er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Mensen, achteruit allemaal. Jenny, hou het water op de gasfles om hem koel te houden, terwijl ik de rest van het vuur blus. Is goed, Sam. Dat lukt wel. Zo, onder controle. Mag ik even kijken of er misschien nog worstjes over zijn? Of garnalen, brandweerman Sam? Sorry, Norbert. Gasflessen kunnen nog heel lang heet blijven. Het is daar voorlopig nog niet echt veilig. Oh, dan moet ik de rest van mijn worstjes maar mee naar huis nemen. En ik moet al mijn garnalen mee naar huis nemen. Maar ik heb zo'n honger. Ik heb niet eens wat geroken van die worstjes of die garnalen. Zet de volgende keer de barbecue niet zo dicht onder de boom. En misschien ook ietsje minder houtskool. Oh, je hebt gelijk, Sam. Ja, ja, het is ook mijn fout, Klaas. Ik heb me een beetje laten gaan. Dat klinkt als een rookalarm. En dat klonk als een bus die ontploft is. Oh, mijn winkel! Ik ga de brandweer bellen! Diewertje, stop! Je mag nooit een brandend gebouw binnengaan. Rustig, Sam. Ik ga naar huis en ik bel van daarop. Het is sneller als ik naar de kazerne ren en hulp haal. Rennen, Sam! Hallo, brandweerman Sam. Ik wilde net... Oh. Sorry, Jaap. Noodgeval. Ik breng hem straks wel weer terug. Wauw! Oh, ik snap er niks van. Ik dacht dat wij het vandaag heel erg druk zouden krijgen. Oh ja, zeg. Dat is geen gepast tijdverdrijf voor een brandweerman op zijn vrije dag. Geen tijd om iets uit te leggen, commandant. Er is brand in de supermarkt van Diewertje. Brand? Ah, werk aan de winkel. Eindelijk. Wacht! Oh, ik heb nog geen opdracht gegeven. Oh. Dit wil ik wel eens uitproberen. Oh, gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, Sam. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè Jenny? En
Heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Oh, dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrijdag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, Mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel. Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard. Was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Kijk uit! Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval je in brandbocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkriptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, Van Radar, hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Oh, ik ben het spook van Pinkepolder. Dat is niet eerlijk. Mandy heeft me natuurlijk weer verraden. Ik heb gewonnen. Jouw moeder schrok van mij, maar van jou is niemand geschrokken. Halloween is nog niet voorbij, hoor. Tijd voor de pompoenkaars. Oh, wat mooi. Oh, dat
dat is pas griezelig. Ja, veel griezeliger dan jij, Norbert. Volgens mij gaat papa het kamfuur aansteken. Hoera! Het moet dus nog meer op een spook lijken. Perfect! Wanneer komen alle anderen? Ik heb zo'n honger. Die komen zo, hoor. Weet je, waarom vertelt Norbert niet ondertussen zijn spookverhaal? Oké, maar het is geen verhaal. Het is echt gebeurd. Ja, Norbert. Begin nu maar te vertellen. Het was een diepe, zwarte nacht. Halloween. Het spook van Piekepolder doolde door de lege straten met een rammelende ketting en jankte. Het lijkt meer op een hondje dan op een spook. Het spook in wit gekleed ging de heuvel op naar het huis waar hij vroeger woonde. Dit huis. Hij liep dwars door de muur de kamer binnen. En toen ging hij naar het raam en zette zijn hoofd af. Nee. En hij staat je daar nu aan te kijken. Doe dan. Draai je maar om als je durft en kijk dan. Oké. Oh nee, er is brand. Bel brandweerman Sam. Er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Een ongeluk op zee? Oh, de familie Jansen. En het is de familie Jansen weer. Ze zitten vast op de boot van Karel. Aan de slag, Jenny. Ik denk dat je hier niet fit genoeg voor bent, hoor, Jenny. Zal ik in plaats van haar gaan, baas? Sorry, Crispijn, maar Jenny is hier de expert. Ze moet met Neptunus gaan. Luister, alleen nog dit ene noodgeval en dan ga ik naar huis. Oké. Het is nog nooit zo druk geweest. Ik moet er naartoe, Radar. Ik kan niet langer van mijn werk wegblijven. Je kunt het, Jenny. Je kunt het. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant. Dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal.
Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.